In heel veel opzichten zijn we een tegenhanger van alle commerciële, hele strakke Art Week presentaties. Vanaf 5 februari staat Rotterdam in het teken van de Art Rotterdam Week. De hele stad staat vol met events die draaien om kunst, design en architectuur. Samen met Uitagenda Rotterdam gaan we langs bij 3 kunstenaars die meedoen aan de New Current. Een expo in de Spaanse Kubus waarbij jong talent een kans krijgt. Ik ben net in China geweest op een residency. Ik heb daar onderzoek gedaan en bewegende werken gemaakt. En de New Current is een hele mooie kans om dat voor te zetten, maar dan op een nog grotere schaal. Ik kan daar iets veel groters maken dan ik in China kon doen. Het is eigenlijk een voortzetting van de studies die ik deed naar een planetarium, waarin objecten eigenlijk in cirkelbanen om elkaar heen draaien. Ja, in het schaalmodel gaat het ongeveer zoiets doen. Het hangt dan aan een motor. En op een gegeven moment gaan al die schijven ook om hun eigen as draaien en om elkaar heen draaien. En dan krijg je een heel mooi spel van licht en reflecties. En daar ben ik eigenlijk ook een beetje naar op zoek. Wat je tijdens de New Current kan verwachten is een tentoonstelling in een rauwe omgeving waar hele jonge makers heel groots werk presenteren, niet alleen in omvang, maar ook in het verhaal en het concept waar ze echt uitpakken en gewaagde keuzes maken, ook in materiaal. Mijn werk gaat over verspilling van de aarde en hoe we de bronnen die er zijn aan het uitputten zijn. Dus het gaat ook over het mijnen en het delven van mineralen die vervolgens weer omgezet worden tot de producten die we elke dag gebruiken. En dit proces is eigenlijk heel erg onzichtbaar voor ons als mens. Dit vervolgens zichtbaar maken aan de bezoeker, dat vind ik belangrijk. Dus eigenlijk ontwerp ik het een beetje in mijn hoofd en dan is dit een soort van beeld, het eerste beeld dat ik heb. Zo van, er moet de spiegel zijn, groter dan een mens. Mijn inspiratie komt uit open pitmijnen en dat begon als fascinatie voor de esthetiek daarvan. Zo'n enorme spiraal die diep de grond ingaat. Maar vervolgens kwam ik ook achter dat dit eigenlijk best wel een vernietigend proces is en dat zo'n berg gewoon vernietigd wordt en opgeblazen wordt en vervolgens kan daar niks meer mee. En op deze manier ontstaat er eigenlijk die krater die ik esthetisch zo aantrekkelijk vind. Teun is eigenlijk een theatermaker en hij heeft de afgelopen jaren heeft hij eigenlijk performancekunst ontdekt omdat iedereen tegen hem zei, je bent een performancekunstenaar. En toen dacht hij, ben ik dat? Hoe die performance eruit gaat zien, weten we niet, want Teun doet uit protest niet aan promotie. Zijn performance draait puur om het feit dat hij werkt. Waaraan is niet belangrijk. In dit statement legt hij uit hoe hij zichzelf steeds inklokt als hij begint met werken en uitklokt als hij stopt. Meer wil hij er niet over kwijt. Ik heb niet zozeer een verhaal dat ik wil vertellen. Ik wil eigenlijk vooral mensen op het hart drukken om te kijken, om het te ervaren, om te zien wat het werk doet met lichten, met de ruimte. Dat het niet alleen een kunstwerk is om te aanschouwen, maar dat je het langer meeneemt dan alleen maar die ene kleine ervaring. De Art Rotterdam Week vindt plaats van 5 tot en met 9 februari. Kijk voor meer informatie op uitagendarotterdam.nl.